Yo filmbuddies, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Filmfabriek video. En dit keer is het geen filmreview, nee, want ik kon niet naar de bioscoop deze week. Niet huilen, want ik heb wel 3 tips voor jou die je dit weekend kan zien. De allereerste tip die ik wil meegeven kan je vinden op Netflix. En laten we wel wezen, op Netflix, de bak aan content is groot. Netflix heeft enorm veel aanbod als het gaat om films en series. Dus om jou even te helpen voor dit weekend, hier een paar titels. Pak pen en papier erbij, want dit zijn mijn tips die je op Netflix kan vinden. De allereerste is Beasts of No Nations. Een mooie original film van Netflix. Mooi drama verhaal over de oorlog in Afrika. Ja, het zijn er talloze, maar dit over een burgeroorlog. Dan hebben we voor mensen die meer zin hebben in comedy Superbad. Met onder andere Jonah Hill die je daar kan vinden. Heel erg leuk. We hebben American Gangster met Russell Crowe en Denzel Washington. Echt fantastisch mooi drama, gangster verhaal. Waar gebeurt? Dan hebben we Monsters & Co. voor de mensen die zin hebben in animatie. Zootropolis, fantastische animatiefilm die vorig jaar uitkwam. Maar heb je nou meer zin in een echt lekker oorlogsverhaal? Ga dan Schindler's List kijken, kan je er ook op vinden. Geregisseerd door Steven Spielberg. Heb je meer zin in een platte Britse film? Kijk dan Hooligans. En aankomende week komt hij uit, Beauty and the Beast. Maar de originele versie uit 1991, de tekenfilmversie, die kan je ook vinden op Netflix. En is wel het kijken waard, denk ik. En hier staat The Night Manager. Ik vind het echt een gruwelijk vette serie. Het is van origine een BBC One serie, maar ik vond hem op NPO uitzending gemist. En my gosh, het is met onder andere Hugh Laurie en Tom Hiddleston. Ik vind hem echt gruwelijk. Het verhaal opzet is dit. Hugh Laurie speelt Mr. Roper, die een wapenhandelaar is. En Tom Hiddleston is The Night Manager, die door een situatie terechtkomt in het web van Mr. Roper. En steeds dieper in die wapenhandelwereld terechtkomt met maar één doel, namelijk Mr. Roper te gronde brengen. Zoals dat dan gaat, gaat dat niet helemaal goed. En met die hele James Bond-stijl waarmee het is geschoten, en ook het intro is ook heel erg James Bond-achtig, vind ik The Night Manager echt een must-see serie. Let wel op, de afleveringen zijn wel tot een beperkte datum terug te kijken op Uitzending Gemist. Mocht je zoiets hebben, Noah, ik wil gewoon dit weekend naar de bioscoop, geef me alsjeblieft een filmtip. Kom in met die filmtip! Dan zou ik zeggen, ga naar de film toe die dit weekend te zien is en 105 andere films als naamgenoot heeft en Opus zong er ooit een liedje over. La. Live. Het is een science fiction film met onder de Jake Gyllenhaal en Ryan Reynolds, die we natuurlijk kennen als Mr. Deadpool. Tell me where your fucking boss is, or you're gonna die in 5 minutes. En het gaat over een eigenaardig wezen dat in een ruimtestation terechtkomt en meer is dan het lijkt en voor enorme chaos zorgt. Nou, de schrijvers zijn onder andere ook verantwoordelijk voor het script van Deadpool en Deadpool 2. Dus deze film heeft zeker mijn aandacht om hem dit weekend te gaan kijken. Verder zijn de eerste reacties van buitenaf heel erg positief over deze film, waardoor ik nog meer nieuwsgierig ben. En iemand kwam erachter dat er footage, dus een filmscène of filmbeelden, zijn gebruikt in de film Live, die ook in de film Spider-Man zijn gebruikt. En nu denk ik bezig, hoe zit dat? Oeh, Illuminati. Ik zeg allereerst, lekker boeien. Maar als je eventjes goed kijkt, zie je dat de studio die mee heeft geholpen aan deze film Columbia Pictures is. En Columbia Pictures, waar is dat ook weer van? Ja, dat is van Sony. En Sony is ook weer de studio achter Spider-Man 3. Zo, Illumination confirmed. Dan gaan we heel gauw door. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat jij je filmtips en serietips moet kunnen delen. Dus laat het dan weten in de reacties. En vind je dit nou handig? Moet ik dit vaker doen? Naast de gewone review, geef dan even een duimpje omhoog en laat het even weten in de reacties. Afgelopen woensdag heb ik een video online gezet over 3 grote fouten in grote Hollywoodfilms die eigenlijk niet kunnen. Nou, eigenlijk kunnen. Katastrofaal! Wil je nou weten waar ik het over heb? Klik dan lekker daar. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, want elke woensdag en vrijdag vind je video's op de Filmfabriek. See you later!